In de nacht van 15 januari komen twee gewapende mannen, avondwinkel La Nuit, in de volksmond beter bekend als La Nuit, hier aan de Waddenweg in Amsterdam-Noord binnen. Een van de mannen bedreigt een medewerker met een vuurwapen. De andere man staat in de deuropening op uitkijk. Om de overvallers weg te jagen, gooit de medewerker een pak kattenvoer naar de mannen toe en gooit een rek om. De daders slaan op de vlucht, zonder buit. Dit is niet de eerste keer dat deze avondwinkel is overvallen. Deze en de andere overvallen hebben een grote impact op de medewerkers. Wij willen daarom graag weten wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Ken of herken jij de mannen op de beelden? Laat het ons dan weten.